We starten met 3 lossen, als zijnde eerste stokje. In de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 daarnaast en nummer 2 daarnaast. Maak 3 stokjes op een rij. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste steek haak je 2 stokjes. Dus nummer 1. Oh, zit verkeerd. Dus nummer 1 en nummer 2 erbij. Nu in de volgende 1 stokje. 2 lossen. 1 steek overslaan. In de volgende 1 stokje. En in de steek daarna 2 stokjes. 1 en nummer 2 erbij. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. Op naar de volgende 3. En gelijk doorhaken met iedere steek 1 stokje. Dus laat het kettingje over. 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste steek haak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende steek 1 stokje, 2 lossen. Slaan we 1 steek over, in de volgende 1 stokje. In de steek erna 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. Nu 5 lossen. 3, 4. 5. En dan gaan we starten met de herhaling. Nu gaan we van hier helemaal tot en met daar de herhaling doen. Dus je slaat het vorige blaadje over en je gaat direct naar de eerste 3 steken. En daar haak je in iedere steek 1 stokje. Dus nummer 1. In de volgende haak je nummer 2. En in de steek daarna nummer 3. Hier. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste steek haak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende haak je 1 stokje. 2 lossen. 1 steek overslaan. In de volgende steek 1 stokje. In de steek daarna 2 stokjes. 1 en nummer 2. Dat gaat verkeerd. Nu 3 lossen. Gaan we naar de volgende 3 steken en haak in iedere steek ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Nu sla je de ketting over en haak je gelijk door in de volgende 3 steken. Dus je hebt uiteindelijk 6 stokjes op een rij. Dus in de volgende 3 steken iedere steek 1 stokje.
is nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. Dan naar de volgende steek. In de eerste steek haak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. Hier is nummer 2. Sorry, ik moest even kijken. In de volgende steek 1 stokje. Dan 2 lossen. Slaan we 1 steek over van de voorgaande toer. En in de volgende haak je 1 stokje. En in de steek daarna 2 stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken 1 stokje. Dus ook weer 3 stokjes op een rij. 1. 2. En nummer 3. En nu 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we gaan nu van hier helemaal tot en met de ketting van 5 lossen de herhaling blijven herhalen. En dan gaan we samen de toer weer sluiten. Ik ben de toer rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten en de nieuwe toer starten. We sluiten met een halve vaste in de derde lus daar waar je mee gestart bent. Nu, we starten gelijk met 3 lossen als het eerste stokje. En in de volgende 2 steken we ieders 1 stokje. Dus 3 stokjes op een rij. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, 2 en nummer 3. Nu 4 lossen en in de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 2 daarnaast en nummer 3. 3 lossen. In de eerste 2 steken haak je 2 stokjes samen. Eerst de onafgemaakte stok en de tweede onafgemaakte stok. Maak 3 lussen op de naald, sla je om en haal je door. In de volgende 2 steken maak je ieders 1 stokje. 1 en de volgende daarnaast. En over de laatste 2 steken haak je weer 2 stokjes samen. Dus eerst de onafgemaakte stok en hier de tweede onafgemaakte stok. Maak 3 lussen op de naald, omslaan en doorhalen. 3 lossen. Dan gaan we door. In de volgende 3 steken maak je weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2, 3, 4 lossen. 4. In de volgende 3 steken weer ieders 1 stokje. 1, dat is nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken weer ieders 1 stokje. Dus ook weer 3 stokjes op een rij. 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen.
In de eerste 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken weer dus 1 stokje. Je zal nu zien dat de rand gaat omvouwen. En dat is goed. Want straks gaan we de tas vormen en dan zal die nog meer gaan omvormen. Dus maak je daar geen zorgen om. Dus nummer 3. 3 lossen. In de eerste 3 steken haak je weer 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. 4 lossen. In de volgende 3 steken weer 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerstvolgende 2 stokjes haak je 2 stokjes samen. Dus eerst onafgemaakt stokje en in de volgende een tweede onafgemaakt stokje. Maakt 1, 2, 3 lus op de naald, omslaan en doorhalen. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. 1 en nummer 2. En de volgende 2 stokjes ga je weer 2 stokjes samen haken. Dus het eerst onafgemaakte stokje en in de volgende tweede onafgemaakte stokje maak 3 lussen op de naald, omslaan en doorhalen. 3 lossen. In de eerstvolgende 3 steken haak je weer 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 4 lossen. 3, 4. In de volgende 3 steken we 1 stokje. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1, 2 en nummer 3. En 3 lossen. Goed. Je gaat nu dus van hier tot en met de laatste 3 lossen de toer blijven herhalen. En dan gaan we samen de toer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten. Met een halve vaste in de derde lus daar waarmee je gestart bent. Nu, 3 lossen als zijn de eerste stokje. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. Maak 3 stokjes op een rij. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. 3 lossen. In de ketting van 4 lossen 1 stokje. 3 lossen. Over de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. Nu in de eerste 2 steken haak je 2 stokjes samen. Even laten zien. We hebben 4 steken, dus. Dus in de eerste maak je onafgemaakt stokje. En in de tweede maak je een onafgemaakt stokje.
heb je 3 lussen op de naald en doorhalen. En over de volgende 2 maak je ook 2 samengehaakte stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2 onafgemaakt stokje. En doorhalen. 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de ketting van 4 haak je 1 stokje. 3 lossen. Over de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1. Nummer 2. En nummer 3. Dan weer 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1. 2. En nummer 3. En om het stuk af te sluiten, gaan we van hier tot en met hier de herhaling doen. Dus, in de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. We sluiten nu niet de toer af met een losse ketting van 3, maar we gaan gelijk door met stokjes in de volgende 3 steken. Dus heb je uiteindelijk 6 stokjes op rij. 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus je werk gaat nu nog wat meer krimpen aan de rand. En dat is goed. Dit is nummer 3. 3 lossen. In de ketting van 4 haak je 1 stokje. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Ik zit ernaast te prikken. Daar moet hij. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. Nu gaan we de gedeelte weer samenhaken. Dus in de eerste 2 steken haak je 2 samengehaakte stokjes. Dus de eerste onafgemaakte stok en de tweede onafgemaakte stok. 3 lussen op de naald, draad op de naald, doorhalen. In de volgende hetzelfde. Dus eerst onafgemaakte stokje. En het tweede onafgemaakt stokje, 3 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de ketting van 4 haak je 1 stokje. 3 lossen. In de volgende 3 steken weer 1 stokje. En hier is nummer 3. 3 lossen. 1, 2, 3. En in de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. En in de volgende 3 steken ieders 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. Dus je gaat nu van hier tot en met de laatste 3 stokjes herhalen rondom. En we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten. En dan gaan we door in deel 4. Sluiten met een halve vaste in de derde lus.